Hallo allemaal, ik ben Milo Grootjen van het Artis Planetarium. En dit jaar, tijdens de sterrenkijkavonden, brengen we dat planetarium even bij jullie thuis. Het is natuurlijk erg jammer dat we dit jaar niet door telescopen kunnen gaan kijken naar de hemel. Om dingen van dichterbij te kunnen zien. Maar weet je wat we gaan doen? We beginnen hier gewoon zometeen op aarde. Kijken met het planetariumsysteem wat er voor moois aan de hemel te vinden is. En gaan er dan gewoon even naartoe. Oh ja, en dan ook maar meteen even wat verder naar de grenzen van ons waarneembare universum. En weer terug in 10 minuten. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. We beginnen hier in Amsterdam, maar in het echt eigenlijk liever niet. Door al die lichtvervuiling in de stad is de sterrenhemel daar niet zo goed te zien. Maar als het helder is, in ieder geval goed genoeg voor de objecten die we zo willen bekijken. Dan liever naar een plekje buiten de stad, met zo min mogelijk straatlantaarns, snelwegen of huizen in de buurt. Dan zie je die sterrenhemel pas echt goed en zou je zelfs de witte band van de Melkweg kunnen vinden. Laten we eerst onze weg eens proberen te vinden aan de hemel. Kijk eens boven je hoofd en ga op zoek naar een koekenpan. Daar gaan we. Zo, met even om je heen kijken moet het lukken. Moet het natuurlijk wel helder weer zijn. Als je nou heel veel fantasie hebt, kun je van die koekenpan waar we naar op zoek zijn zelfs het figuur van een grote beer maken. En met nog meer fantasie een beer met een staart. Leef je uit, zou ik zo zeggen. Maar het gaat erom dat je 7 heldere sterren weet te traceren in de vorm van een steelpan. Buiten is dat makkelijk. De sterren die we zoeken zijn absoluut de helderste in hun omgeving. Heb je die gevonden? Richt je dan op de sterren in de pan aan de rechterkant. En verleng die in dezelfde richting 5 keer. Dan kom je bij een andere bekende ster. Polaris, ofwel de Poolster. Die ster is echt superhandig. Trek je een lijn vanuit deze ster loodrecht naar de horizon, dan is daar altijd het noorden te vinden. Tja, en dan weet je natuurlijk ook waar het oosten, westen en zuiden is. We richten ons nu ook op het zuiden. Dit is de sterrenhemel van een uurtje of 10 s'avonds. Daar staan in deze tijd 3 sterrenbeelden prominent aan de hemel. Wel weer even je verbeelding gebruiken. De heldere sterren in de sterrenbeelden zal je in ieder geval kunnen vinden. De leeuw is een soort trapezium met een omgekeerd vraagteken als hoofd. In het midden de 2 heldere sterren van tweelingen, Castor en Pollux. En nog een stukje naar rechts, sterrenbeeld stier. Makkelijk te herkennen aan de rode ster Aldebaran, het oog van de stier. Natuurlijk zal iedereen de maan wel kunnen vinden. Deze beweegt door de genoemde sterrenbeelden heen de komende dagen. Die maan heeft niks met die sterrenbeelden te maken hoor. Wat je ziet is dat de maan elke dag een stukje opschuift tussen de sterren. Dat komt omdat de maan om de aarde heen draait. 3 keer raden hoe lang die daarover doet. Hier zie je het pad dat de maan de komende dagen aflegt. Laten we het sterrenbeeld stier nog eens wat beter gaan bekijken in de richting van het westen. Daar is momenteel veel te zien. De ster Aldebaran, de planeet Mars en de open sterrenhoop Pleiade, ook wel het 7 gesternte genoemd. Aldebaran is een rode ster en dat betekent een ster op leeftijd. Sterren zijn zonnen en die worden als het ware geboren en sterven ook weer als hun energie op is. Als een ster op leeftijd is, krijgt deze een wat rode kleur. Aldebaran is daardoor duidelijk herkenbaar tussen de andere sterren. En de planeet Mars is ook rood. Mocht je nou moeilijk vinden ze uit elkaar te kunnen houden, kijk dan eens goed naar beide objecten. Omdat sterren veel en veel verder staan, lijken ze door de invloed van de atmosfeer een beetje te fonkelen. De planeet Mars staat veel dichterbij en daardoor wordt het licht afkomstig van deze planeet minder verstoord door onze atmosfeer. Deze zie je dus als een vaste lichtpunt aan de hemel staan. Mars is rood omdat er veel ijzer in het oppervlak zit. Net als met je fiets roest dat materiaal en daardoor ziet deze planeet er een beetje okerkleurig uit. En dan dat kleine hoopje sterren daar bij elkaar, de Pleiade. Dat zijn jonge sterren die uit dezelfde gaswolk zijn geboren en daardoor daadwerkelijk dicht bij elkaar aan de hemel te vinden zijn. We hebben geen telescoop waarmee we deze hemelobjecten van wat dichterbij kunnen bekijken. Maar weet je wat? We vliegen er gewoon even naartoe. Oh, en maken dan meteen even een uitstapje naar de grens van ons waarneembare heelal. Daar heb je onze mooie blauwe planeet. Zie je dat hele dunne lijntje aan de buitenkant? Dat is de atmosfeer, waardoor we kunnen ademen en die dienst doet als beschermende laag tegen straling uit de ruimte. 385.000 kilometer verder
vinden we de maan die we momenteel goed kunnen zien 's avonds. Het is meteen het verste punt waar de mens ooit zelf is geweest. Die donkere vlekken kun je vanaf de aarde ook zien. Oude lavavelden van grote inslaggebieden toen de maan gevormd werd. Verder zie je duidelijk vele kraters op het oppervlak. Met een verrekijker kun je die zelf ook al makkelijk vinden. Door naar de rode planeet. Momenteel zo'n 250 miljoen kilometer van ons verwijderd. Mars is de laatste tijd heel veel in het nieuws met de nieuwe Marsrover Perseverance en helikopter Ingenuity aan boord. Ja, en als we hier nu toch zijn, kunnen we net zo goed even kijken waar die zijn geland. We dalen af naar het oppervlak. We komen dan uit bij de krater Jezero, op een plek waar in een ver verleden een meer van vloeibaar water is geweest. Hier hebben we een van de eerste beelden die de Marsrover van de omgeving maakte. Perseverance zal de komende 2 jaar onderzoek doen naar mogelijke tekenen van leven dat op Mars kan zijn geweest in een tijd dat deze planeet meer op de aarde leek, miljarden jaren geleden. Aan boord heeft de rover ook nog de eerste helikopter ooit die testvluchten over een andere planeet zal maken. Onze volgende bestemming is een stuk verder weg. Veel verder weg. Om naar de ster Aldebaran te vliegen, moeten we ons zonnestelsel verlaten en dan nog eens 66 lichtjaar reizen. Een lichtjaar is de afstand die het licht met een snelheid van 300.000 km per seconde in 1 jaar aflegt. Met deze snelheid ben je binnen ongeveer een seconde op de maan. Maar naar onze bestemming doe je daar zelfs met die ongelofelijke snelheid dus alsnog 66 jaar over. Met het planetarium zijn we er zo, maar ter vergelijking met de snelheid van een vliegtuig zou je hier meer dan 70 miljoen jaar over doen. Ik vertelde net dat Aldebaran een ster op leeftijd is. Als sterren op het einde van hun bestaan komen, zwellen ze op. 44 keer zo groot als onze zon is deze inmiddels. Daarbij wordt de oppervlaktetemperatuur van Aldebaran kleiner en ziet deze er roder uit. Uiteindelijk zal de ster zijn buitenste lagen afstoten. Uit die gaswolken die daarbij achterblijven kunnen nieuwe sterren worden geboren. Bij onze volgende halte vinden we juist jeugdige sterren. 100 miljoen jaar oud, piepjong op astronomische schaal. Ook weer een stuk verder, niet 66 lichtjaar, maar op een afstand van 443 lichtjaar. Een half miljard jaar met het vliegtuig. Ik hoop dat je business class hebt geboekt. Het is een groepje sterren die uit dezelfde gaswolk relatief dicht bij elkaar zijn ontstaan. Op galactische schaal zijn we trouwens nog maar net van huis. De afgelopen bestemmingen waren een paar van onze naaste buren. Vanaf de aarde zien we maximaal zo'n 9000 sterren met het blote oog. Maar in ons sterrenstelsel, de Melkweg, zitten er wel 100 miljard. Waar de zon er dus slechts eentje van is. Vliegen we veel verder, dan krijgen we dat hele Melkwegstelsel in beeld. We zitten nu op een afstand van 30.000 lichtjaar. Licht van onze zon zou er dus 30.000 jaar over doen om ons hier te bereiken. Begint het hier al een beetje te duizelen? En waar is onze zon eigenlijk? We hebben hem even vergroot. Daar, in een buitenwijk van ons sterrenstelsel. In het midden, waar veel licht vandaan komt, zie je het centrum van de Melkweg. Daar zitten veel meer sterren bij elkaar. Maar bij dit stelsel houdt het heelal nog niet op. Er zijn nog meer sterrenstelsels. Bij onze Melkweg in de buurt zijn een paar honderd andere sterrenstelsels in een verzameling die we de lokale groep noemen. Dat verklapt meteen dat er nog meer te vinden is. Reizen we verder, dan vinden we miljarden andere sterrenstelsels. Ieder sterrenstelsel heeft zo'n 100 tot 200 miljard sterren. En bij sterren, zonnen dus, worden momenteel ook andere planeten gevonden. Ook aardachtige planeten. En ook de ingrediënten voor leven vind je overal. Ja, elders is er leven mogelijk in het heelal. Maar herinneren jullie de afstanden nog? Zelfs plekken net buiten ons zonnestelsel zijn voor ons al niet bereikbaar. Laten we daarom teruggaan naar de plek waar wij leven. Eerst duiken we onze Melkweg weer in.
We komen dan weer in de buurt van de sterren die we 's avonds aan de hemel zien staan. Eentje daarvan, niet te groot, niet te klein, is onze zon. Een stabiele ster die het mogelijk maakt dat er leven is ontstaan op een kleine rots daaromheen. We komen weer dichter bij huis, op een plek precies op de goede afstand van de zon. Niet te ver en dus te koud, niet te dichtbij en dus te heet. Op een afstand waar vloeibaar water aan het oppervlak kan zijn. De aarde, een plek met een dikke atmosfeer en een magnetosfeer die ons beschermt tegen dodelijke straling uit de ruimte. Een planeet met een grote maan die de aardas stabiel houdt en daarmee grote fluctuaties in het klimaat voorkomt. Een plek met vele ecosystemen die van elkaar afhankelijk zijn. En waar wij afhankelijk van zijn. Het heelal is enorm, maar dit is de plek waar wij het mee moeten doen. Er is zoveel moois boven je hoofd te vinden, maar voor het mooiste kijk je nog altijd omlaag. Zo, we staan weer met beide benen op de grond. En nu zijn jullie zelf aan de beurt. Ga naar buiten en ga die sterrenhemel zelf maar eens even verkennen. Ga op zoek naar die koekenpan tussen de sterren, naar de planeet Mars, dat sterrenhoopje, de Pleiade, of misschien wel de ster Aldebaran en al het andere moois wat aan de sterrenhemel te vinden is. En ik hoop jullie natuurlijk weer gauw hier te zien als we weer open zijn en dan gaan we weer ruimtereizen maken. Ondertussen speur ik nog even verder. Tot gauw!